Hoi, ik ben Hanna en ik coördineer de Best Social Awards. Dat zijn dé prijzen in Nederland voor al het beste op social media. De crème de la content, zeg maar. Dit vieren we eens per jaar met al het sociale talent tijdens de Best Social Awards, waar we creatieve, grappige en innovatieve content een podium bieden. Dit jaar alweer voor de 5e keer. En waarom vertel ik dit nu aan jou? Vanaf 7 maart kunnen alle social media professionals hun werk insturen op onze site en maken dan kans op zo'n speciale award. Daarnaast kan trouwens iedereen een suggestie insturen als ze iets moois hebben gezien voor de publiekscategorieën. Dus wil je meer informatie? Volg ons dan op de Best Social Awards op Facebook of kijk eventjes op www.thebestsocialawards.nl. Welkom bij de 7e aflevering van The Best 6e. Ja. Gaan we even doen. Die crack die is weer naar mijn bol gestegen. Goed gezien, Jasper. Oké. Welkom bij de 6e aflevering van The Best Social Podcast. Met vandaag aan tafel, of eigenlijk deze hele maand, of wanneer je dit ook luistert, Quinty! Missie Jo! Hallo! Jij bent een influencer, hebben wij jou gelabeld. Gaan we het straks verder over hebben. YouTuber. Ja. Awards Snapchat categorie genomineerde. Ja. En vrolijk mens lezen we overal. Gaan we het vast ook nog over hebben. Je zei dat je alleen nog maar in gifjes communiceert. En dan vroeg ik me af wat je favoriete gifje is. Alles met Cardi B op het moment. Ik zit op het moment in een Cardi B flow qua gifjes. Ja. Haar gezichtsuitdrukking doet me veel. Voor de mensen die Cardi B niet kennen, buiten het Bruno Mars nummer om, wie is... Ja, vriendin van rapper, was ooit stripper, gaat nu heel hard met muziek die super gangster is. Ja, ze is gewoon de grote nieuwe rapster, toch? Ja, rapster. Ja, absoluut. Rapster. Sorry, niemand heeft me. Nee. Jasper, sta me even bij. Je doet het geweldig niet. En hoeveel YouTube views heb je? Views? Ja. Oh, dat weet ik niet. Nee? Miljoenen in op totaal? Is genoeg, denk ik, voor de luisteraar. Maar misschien een beetje subscribers wel... Subscribers, 180.000. Ik ben er heel slecht in om dat bij te houden. Ergens. Oh, dat is wel interessant daar. Juist. Dat lijkt me heel prettig om dat niet de hele tijd bij te houden. Ja, ik heb dat ooit een keer gewoon losgelaten. Dus nu wordt het vaker aan me verteld omdat ik het zelf weet. Het is al 180.000. Ja. Oké. En verder aan tafel, weer terug aan tafel naar onze live podcast vorige keer, waar ze ver afgezonderd in een hoekje zaten, zijn ze nu weer terug aan tafel. Cato en Jasper. Mijn collega's. Hallo daar. Social. Ja, eindelijk weer. Yay. Dan is het nu altijd het blokje dat we het even over onszelf gaan hebben. Ja. Wat vonden mensen, vinden mensen van ons? Nou, vorige keer waren we live, dus toen hadden we allemaal live reacties. Er zaten echt wel wat negatieve dingen bij, maar ook veel positieve feedback wel op gehad. En verder hebben we deze keer maar liefst 2 voice memo's. Ja. Dus mensen hebben gebeld. Unicum. Ze hebben gewhatsappt een voice memo'tje naar het nummer 0623992158. Ja, en het zijn wel 2 hele leuke heren, kan ik vertellen. Ja. De ene is Ipe Driessen. Ik zal even zijn reactie op onze... Ja, hij heeft eigenlijk een heel lief berichtje naar ons gestuurd over de podcast. Ik zal hem even aanzetten. Hey Diederik en vrienden, met Ipe van fotostrips.nl en van de Eeuw van de Amateur. Ik wou even zeggen dat ik jullie podcast met heel veel plezier luister. Ik vind het misschien wel de op één na leukste podcast van Nederland. Groetjes en veel succes. Hoi. Nou, op één na leukste. Nou, wie zou dat nummer één zijn? Ja, ik denk dat hij zijn eigen podcast, De Eeuw van de Amateur, het leukste vindt. Ik heb ook zo'n vermoeden. Ja. Eén groot incestueus gebeuren, want Botte zit hier aan tafel en die is van De Eeuw van de Amateur. Nu moet ik zeggen dat ik denk dat mijn favoriete podcast op dit moment De Eeuw van de Amateur is. En daarna althans, wij. Ja, ik ben er gewoon het meest hoekt aan. Als ik ga altijd meteen luisteren als hij er is. Ik heb het net in het vliegtuig naar Brazilië op de heenreis, de ene aflevering. Op de terugreis, de nieuwste aflevering. Die waren allemaal bij. Lekker. Toevallig echt net voordat ik op reis ging, geluisterd.
En ik vind het ook zeker een tip voor mensen. Het is de podcast over alles. Misschien kunnen wij hun ook een berichtje terugsturen, een voice mail. Want ze hebben ook een Ewofoon, toch? Dus ja, dan, ze hebben ook een dat gaan we doen. Laten we nu ophouden ja, over hun, hoor. Even genoeg spon, hashtag ja. spon. Maar ze hadden recentelijk een gast. En die heeft nou ook nog eens bij ons de volgende voice memo ingesproken. Ja, echt zo toevallig allemaal. Het is echt incest, sorry mensen. Maar ga maar gewoon de Eeuw van de Amateur luisteren. Want we zouden dit niet zo promoten als we het niet leuk vonden. De volgende reactie is eigenlijk van JP. En hij heeft ook een vraag. En mocht je zijn stem herkennen, vertellen we zo waarvan. Hey Kato, Jasper, Botte op de achtergrond en Diederik. JP hier. In de eerste plaats mijn complimenten voor jullie podcast. Jullie zijn echt mijn gids en barometer in de doolhof van sociale media. En het grappige is, ik maak programma's voor de NPO. En daarvan weet ik altijd wel ongeveer wat er gaat scoren en wat niet. En bij sociale media weet ik dat niet. Ik heb bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal, DT met JP, bij ons programma Tafel van Taal. Waarin ik taalvragen van kijkers oplos. En je zou denken, het programma scoort, het kanaal ook. Nou, mooi niet. Dus daar moet ik nog even flink aan trekken en flink naar jullie luisteren en jullie adviezen opvolgen. Maar dat brengt me bij mijn vraag. Want stel je nou voor, jullie zouden het voor het zeggen hebben bij de NPO. Hoe zouden jullie NPO Start dan inrichten? Ik hoor het graag. Veel succes. Doeg. Nou, de offerte komt zijn kant op. Even een vraag aan je, Quinty. Zou jij weten welke JP dit is? Zijn stem? Nee. Van Lingo. Oh, ja, dus, trouwens. Dus weer... Ik wilde dat zeggen, want dan maar ik dacht, dat is te obvious. Maar... Het is zo. Dus het is weer de man die je wel hoort, maar niet ziet. Ja, ja, ja. Nou, en hij werkt onder andere dus bij de Tafel van Taal en vraagt ons over NPO Start. Ja, normaal besteden we daar wel een paar dagen aan advies en analysewerk over om daar een duidelijk antwoord op te geven. Dus ik vind het best wel een moeilijke antwoord om zo in een podcast iets over te zeggen. Ik heb er wel even over nagedacht. Ten eerste heeft natuurlijk de NPO al een tijdje last van het feit dat zij in principe niks op YouTube zetten. En dat is gewoon heel problematisch, denk ik, in deze tijd. Dat zij hun content niet makkelijker en sneller verspreiden. Want dat doen nu anderen wel voor ze door het te rippen. Maar het is wel ook omdat ze waarschijnlijk vastzitten aan regels binnen ja, tuurlijk, de NPO. Ja, tuurlijk. Dus, maar die wetgeving is dus niet goed, denk ja, ik. Denk ik ook niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat wereldwijd het niet op in andere landen misschien beter geregeld is. Want je ziet dat Arjan Lubach, die heeft volgens mij een soort maas in de wet gevonden. Of doet het gewoon. Ik weet niet precies hoe dat ook alweer zit, maar... Die doet het gewoon en die staat elke keer in de top 10 trending. En ik denk dat NPO qua content makkelijk super relevant kan blijven. Ja, als ze gewoon meer hun content slimmer zouden distribueren. Ja, maar te denken aan iets meer interactie. Bijvoorbeeld, ze hebben archieven vol met Bart de Graaf, Pingu bij wijze van spreken. Als je op een maandag doet, welke Pingu ben jij? En dan heb je de 9. Dat zou bijvoorbeeld wel... Gezien ook onze Valentijnspost, ter voorbeeld. Nou, ik dacht inderdaad ook dat het social netwerk... dat hangt een beetje af van het kanaal. Want ze hebben bij de NPO ook wel hele goede kanalen zoals Zep. En het is niet allemaal, zeg maar, niet interactief volgens mij. Maar het is meer als geheel, denk ik, dat hun strategie te defensief is. Ja, en ik denk dat ze ook gewoon kunnen gaan investeren in YouTube-series meer. En dat ze meer social content, wat Jasper ook zei, rondom hun programma's kunnen bouwen. Ja, of echt, zeg maar, ik kan niet wachten totdat dat soort partijen starten met echt Snapchat of Instagram-strategieën met echt content daarvoor te bedenken die echt interactief is. Series op Snapchat? Ja, series op stories. Of gewoon ga helemaal los en verschuif gewoon een heleboel van de mensen naar die kant. En nu is het heel erg van we proberen te zenden en te laten zien wie we zijn op toch een beetje ouderwetse manieren. Er gebeurt ook heel veel goeds, zoals inderdaad Arjan Lubach of Boos of... genoeg dingen die ze met YouTube wel doen, zoals Hub en et cetera. Maar het is nog een beetje in de achterhoede van als je het vergelijkt met de andere grote spelers en vooral inderdaad de Amerikaanse spelers, denk ik dat het gewoon lastig wordt. En ik denk inderdaad dat het er een interactief element mist, of het eigenlijk zelfs hun eigen sociale element. Dus niet eens het dat is zij nu zich... alleen maar fragmenten zenden vaak, van hier dit fragment uit dit programma. Ja, ze gebruiken die platform, maar ze hebben ook niet echt een platform waar ze zelf interactiviteit hebben. Het is allemaal via Instagram bijvoorbeeld, of via Facebook of YouTube. En ik zag dat, echt van die dingen die dat ik denk, zitten daar mensen wel genoeg op? Dat ik dan op de NPO algemene site onderin klik ik dan op Facebook uit interesse, omdat ik me interesseer voor social media. En dan is die link dood. En ik denk, dat betekent dus volgens mij dat er een soort van dat er iets mis is bij de NPO. Of dat daar niet de juiste mensen aan de knoppen draaien. Zou er geen NPO Lingo app moeten komen dat we tegen elkaar kunnen spelen?
Groen. Ik vind dat best wel gevaarlijk, want misschien is die... Oké, sorry. In dat geval heb ik niet gezegd. Weet jij het? Nee, ik weet het niet. Nee. Het schiet me nou te binnen. Ja, maar concrete maar dat tip... is wel raar natuurlijk, want ze zijn er geen lingo meer uit, toch? Dus dat, ja. Maar concrete tip is dus, fix even die Facebook-button onderaan dat de website. Dat zou mijn eerste tip zijn. En verder vond ik het zelf qua naamgeving, dus NPO NL, NPO Start, NPO Bla... NPO, ja, dat vind ik voor de gebruiker... Het is al verwarrend dat het niet meer Nederland 1 en dat het nu NPO is. En dan is het ook nu weer NPO.nl. Heet dan geloof ik het Instagram-account, zag ik. Of de URL is dan NPO.nl. En we hebben natuurlijk zelf hier internet ook een rebranding gehad. En we weten hoe heftig het is om al die kanalen om te noemen... en alles nieuwe URL's te geven. En dat is vreselijk. En je moet met Facebook vechten om alles geregeld te krijgen. Maar fix het. En laat alles dan in ieder geval dezelfde URL-namen hebben... dat mensen het makkelijker kunnen vinden. En straal een uniformiteit uit dat mensen het snappen. Want ik ben een beetje de weg kwijt met NLZ en NPO Start... en Uitzending Gemist en NPO NL. Laat staan volgens mij de normale gebruiker. Dus volgens mij moet daar ook gewoon iemand een eenduidig beleid... die daar ook de linkjes gaat fixen op NPO.nl. Dat voelt al een beetje alsof de basis al niet echt helemaal goed is. Ja. Wil je dit nou op papier hebben? Dat kan. Wel dan. Ja. Ja, en verder zou ik er heel graag... Zouden wij heel graag er nog langer over nadenken? Heel graag. Dat is een heel leuk onderwerp. Ja, maar... Ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt, Quinty. Ik weet niet of jullie zelf naar kijkt, naar NPO social media. Ja, ik zit natuurlijk... Ik doe zelf dan Club Hub voor NPO. En zelfs bij ons, we zitten met best wel een jong team. En wij zitten zelfs vaak... Oké, maar we willen nu dit gaan doen. En dan moet je eerst naar die persoon en dan nog een keer en dan nog een keer. Terwijl je raakt een soort van vast in de dingen die je wil gaan maken. En zelfs voor ons als presentatoren wisten we een tijdje niet waar ons programma werd uitgezonden. Waren van, oké, dus waar zitten we precies? Ja, ik kon de live uitzending ook niet terugvinden. Nou, precies, dat soort dingen. Kortere lijntjes dus. Ja, kortere lijntjes, alles gewoon duidelijker. Ik denk dat die linkjes inderdaad, wat je zegt, dat überhaupt het vindbaar is. Ja. Vindbaar zijn is misschien wat allerbelangrijkste, dus... Ja, precies. Oké. JP, ik hoop dat we je vragen hebben beantwoord en bedankt voor het inzenden. Ja, inderdaad. Precies. Quinty, we zijn even in je social media gedoken. Oh, spannend. Ja, en we vinden het dan altijd leuk om wat oude berichtjes van je op te zoeken. Enig. We vonden wel een typisch berichtje van je dat je op Facebook hebt gezet. En toen had ik Quinsting als bedrijf officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Even YouTube money maken, be right back. Dit is zoiets dat je op Facebook deelt, toch? Toen vroegen wij ons af van... is dat gelukt, even YouTube money maken? Ja. Wel. Lang trouw kort. Goals. Maar als ik mag vragen, waar verdien je... hoe is dat een beetje verdeeld, zeg maar? Tussen bijvoorbeeld advertenties en samenwerkingen? Of hoe moeten wij dat zien? Ja, KVK-quinsting bedrijf, hoe loopt dat? Ja, precies. Eigenlijk zijn voor mij en het Quinsting-kanaal lopen alle betaal en dingen die ik verdien daarmee best wel een soort van random. Eerst was het allemaal vanaf Snapchat-campagnes. Oh. Dat was mijn allereerste social media monies. Dat is best uniek dat je eerste was, heel veel mensen. Maar dat was voor mij toen ik de Vodafone Snapchat. Vodafone was toen de eerste die een Snapchat-kanaal als merk ging opstarten. En daar ben ik toen meteen mee in zee gegaan. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... oh, je kan er een soort van geld mee verdienen. En toen begon op een gegeven moment ook mijn video's een beetje te rollen. En dan kan je daar weer geld mee verdienen. Maar de grootste klappers, die haal je toch wel van... adverteerders die naar je toe komen en zeggen... hey, ons merk, vind je dat leuk? Ja, laten we samenwerken. Meer dan de pre-rolls en de... Absoluut, de pre-rolls daar... Sowieso heeft YouTube op dit moment een soort van adpocalypse. Alles gaat een beetje... Klok als Apple-pocalypse. Apple-pocalypse. Waarbij iedereen een soort van stress heeft, want er wordt bijna niks meer verdiend. Ja, Facebook ook trouwens. Ja. Dat is ook in decline. Ja. Dat geloof ik direct. Maar ja, iedereen is een soort Waar ligt van... dat aan bij YouTube? Nou, YouTube heeft de afgelopen paar jaar een soort van twee hele grote creators gehad die veel drama hebben gecreëerd. Dus allereerste was PewDiePie die met nazi-controversie in aanraking kwam. Dus dan zeiden heel veel adverteerders tegen YouTube... ja, ik wil niet dat mijn advertenties voor die video's komen, dus wij gaan weg. Dus dan wordt er in één keer een hele grote klap geld weggehaald bij YouTube... waardoor YouTube een soort van iets moet zeggen tegen die adverteerder...
Van oké, okay, nou dan wordt een soort van richtlijn gemaakt en dit soort content komt dan niet meer. En toen kreeg je boze creators. En er is heel veel veranderd steeds in de richtlijnen van YouTube. Te maken met het zelfmoord. Ook dat. Bos. Dat was de laatste, de tweede grote klap. Hoe heet hij ook alweer? Logan Paul. Oh ja. Dat was echt wel een soort van de tweede klap, waardoor heel veel adverteerders zeiden van ja, en nu moet er echt iets anders. Dus nu kan je ook niet meer zomaar met je YouTube-kanaal geld verdienen. Nee. Moet je echt wel een aantal, moet je 4000 uur hebben geloof ik en 1000 abonnees voordat je er überhaupt advertenties op kan krijgen. Mm. En van grote creators worden nu bijna elke video, zet je hem online en dan krijg je een geel icoontje. Elke YouTuber die dit luistert, die zal een soort van nu paniekaanvallen krijgen. Want zodra je dat geel ziet, denk je al, oké, okay, daar gaat precies alles wat je ermee gaat verdienen. Want dan worden alle ads worden stilgezet. Komen er geen ads meer op totdat die video gereviewd is. En als dat gereviewd is, dan kan je er geld op verdienen. Maar dat is bij het uploaden al zo. Dat is bij het uploaden al zo. En dus heb je in de eerste 3 dagen geen advertenties. Wat betekent dat je eigenlijk niks meer gaat vangen. Want na die 4 dagen ben je je grote piek al kwijt. En dan krijg je niet meer die reuring. Kan je hem niet later in... Nou, hallo. Kan je hem niet schedulen, nee, maar, inplannen? Het hele traject wordt pas ingezet vanaf het moment dat hij online staat. Ja, maar je kan hem schedulen en dat heb ik dan ook al een paar keer gedaan. En dan krijg je inderdaad, oké, okay, hij is groen, dus hij mag gewoon door. En dan staat hij online en dan krijgt hij views en dan wordt hij weer geel. En dan moet hij weer de review in. En het heeft allemaal nadelen. Doe je dat allemaal zelf of doet een partij voor je dat? Nee, dat doe ik allemaal zelf. Ja, veel mensen hebben dat natuurlijk uitbesteed. Ja, maar in principe het uploaden. Dus het doet meestal wel zelf. Dat doen de meeste YouTubers wel zelf. En dat is letterlijk gewoon je bestand. Ja, maar veel delen toch de inkomsten van bijvoorbeeld hun YouTube-kanaal? Ja, klopt. Maar dat gaat achteraf. Ja, met een heel systeem, joh. Dat zit allemaal... Maar het uploaden doe je natuurlijk uiteindelijk wel zelf. Want het bestand staat op jouw computer. Precies. Ja. Nou, dan gaan we zo even over verder praten. Maar ik vroeg me nog wel af of Jasper en Cato ook in hun krocht... had ik ze gevraagd of ze ook een berichtje konden zoeken... uit hun social media krochten. Ja, ik moet wel spoilen dat ik de mijne niet heel spannend vond. Maar goed. Hè? Nou, leuk. Hij dat zit. Ja. Je warmt hem lekker op. Ja, nee, nou, luisteraars, niet wegklikken. Worden, nou. Hij heeft er zelf geen zin in. Nou, ben niet nu naar de eeuw van de amateur gaan luisteren. Niet zelf blijven. Blijf bij ons. Nee, oké. Okay, op 20 oktober 2011 schreef ik op Facebook... Gaddafi dood, maar waarschijnlijk wel met een wereldrecord van stoppertje spelen. Omdat hij toen in Libië in een grot ergens zat. Ja, vind je grappig. Diet, was slepen. Jouw... Het was wel zoveel. Meteen door. Nou, ik dacht ik ga naar Twitter, want dan kun je makkelijk terug zoeken met username en dan de datum erachter. Dat heb ik dus gedaan. Ik ontdekte dat ik pas sinds 1 oktober 2010 op Twitter zit. Jeetje. Ja, best wel laat. Laatbloeier. Ja, en wat ik vooral opvallend vond... is dat ik nog in de derde persoon praatte als waren het Hives. Want er stond volgens mij altijd Diederik... puntje, puntje, puntje. En dan moest je invullen, is aan het koken. Ja. Diederik is zijn schoenen aan het poetsen. Dus ik dacht op Twitter... ik als social media expert dacht in 2010... laat ik gewoon nog in de derde persoon gaan praten tegen mensen. Dus Diederik zit in brandstof koffies te drinken en te werken... omdat thuis zijn internetverbinding eruit ligt... en er pas maandag iemand kan komen repareren. Hoe vond Diederik zich nul daarbij? Nul likes, nul retweets. Likes was destijds nog niet, het waren favorites. Klopt. Maar ik vond meer het grappige aspect van dat derde persoon. Dat heeft nog best wel lang ingezeten. Ik vond het op Facebook ook nog een paar keer terug... Maar dat ik denk ook, als ik toen Twitter had gehad... had ik ook veel meer gênante meuk gehad dan nu, zeg maar. Want ik gebruik het echt pas 1,5 jaar zelfs actief. Ah, ja. Twitter, ja? Ja. Ik gebruik Twitter al letterlijk heel mijn leven. Dus jij hebt nog gesprekken op... ik had Twitter in de tweede klas. Zo. Ik was een soort van obses met Justin Bieber en zo. En die kon je volgen op Twitter. Oh, maar ging je ook chatten op Twitter? Zoals dan altijd men altijd zei dat jongeren aan het chatten waren. Openbaar. Ja. Hoi. Nou, kom je naar school straks? Dat, toch? Het was ook meer een soort maar niet... Ik was al heel snel een soort van... Oké, okay, Nederland is te klein voor mij. Ik ga internationaal tweeten. dus ik ging alles in het Engels tweeten. En had op een gegeven moment allemaal vrienden in... Vrienden ook, weet je wel, tussen haakjes. Maar overal... In Nova Scotia, weet ik nog. Oh, ja. Ergens bij Canada ligt dat. Maar gewoon over... Weet ik veel, Twilight en hoe knap Edward Cullen is. Maar heeft dat niet eraan bijgedragen dat je al vroeg een soort van social media bewust... en waarom je deed het Engels omdat je blijkbaar een achterban wilde? Hoe kwam dat? Ja, dat
eigenlijk weet ik niet waarom dat Engels erin kwam of zo. Maar ik vond dat interessanter. En ik dacht, oké, misschien als ik in het Engels tweet, dan kan Miley Cyrus meelezen. Ja, dus welke kan potentie? Ze lezen wat je ik had een soort van idee, ik wil bereiken. Ja, denk het ook. Hoe kwam dat, denk je? Weet ik niet. Want ik was altijd, ik ben nooit echt bezig geweest met social media. Ik wilde gewoon rustig kinderoncoloog worden. Ik dacht gewoon, laat mij maar gewoon leren. En rustig kinderoncoloog. En dan kinderen met kanker helpen en zo. En toen ineens, ja, het was gewoon een hobby. Ik vond het gewoon leuk, gezellig. Ja, precies. Maar ik vind het wel grappig dat je dat wel meteen zo met Engels. Ik heb dat zelf ook altijd wel een beetje gehad. Dat ik altijd wel een soort van dacht in achterban. En in, oh, wie gaat dat zien en wie gaat dat lezen? En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon op social media gewoon lekker voor zichzelf en hun vrienden dingen doen. Terwijl jij had blijkbaar wel van, nou, het lijkt me wel leuk als meer mensen het zien. Bijvoorbeeld Miley Cyrus. Ja. Om maar even iemand te noemen. Precies dat. Ja. Grappig. En jij, Kato, had jij nog een... Ik ben heel erg in de war sinds ik dit bericht heb ontdekt. Namelijk, ik heb het nog niet aan jullie verteld, maar ik ging naar Twitter omdat ik niet actief ben op Twitter en ook nooit was. Dus ik dacht, oh, daar heb ik een paar tweets online gezet, dus dan ben ik snel in 2010. Nou, en dit bericht is uit van 20 april 2011. En het is heel raar. Ik was toen dus 17 en het is op overdag is het geplaatst, dus geen alcohol in het spel. Weet je niet, hè? Maar luister, het is dus in dichtvorm met enters. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ruim, ik fluim, zie het al voor je, want dan hoor je Satan. Dank, dank, dank. Dit is geen grap. Oké, dit was 2011. Welke emo-band waren er? Precies. Ja. Ik was niet emo en ik zat bijna nooit op Twitter, dus ik snap dit niet. Dus sinds ik deze opdracht heb gekregen om tweets, oude tweets te zoeken, ben ik gewoon nu al 2 dagen helemaal van, wat is dit? Ik heb zelf een periode gehad dat ik wel af en toe dacht van, misschien ben ik wel een dichter. Ja, en, vertel. Toch? Ja, ik had een schriftje en dan een vriendje van me deed het. Dat vond ik altijd ontzettende... Ja, quasi intelligente meuk. En dacht ik altijd, laat ik het ook proberen. Maar dan ging je dus al snel met, ik fiets, ik kijk naar de wolken. Er komt Satan. Maar dit is toch raar? Ik ruim, ik fluim. Wat was is het fluimen? Niet gewoon dat je dacht, fluimen spugen. Spugen in iemands gezicht. Nou ja. Laat het niet, dit is niet een tweede persoonlijkheid of zo, maar we doen het in de show notes en hebben jullie bewijs dat ik dit echt ooit getweet heb, want ik snap er geen zak van. Nou, ik heb het ook aan vrienden voorgelegd, dus die waren echt, wat met is dit? Ja. Satan, dank, dank, dank. Het is toch gewoon heel eng. Ik vind het wel heftig om van jezelf te vinden ook. Zie het al voor je, want dan hoor je Satan. Dank, dank, dank. Het is best mooi. Ik, bedoel, ik had nog geen publiek, dus ik bedankte mezelf voor dit mooie, mooie gedichtje. Maar goed, genoeg over dit rare... Misschien was het een les in creatieve tweet. Copywriting. Ja. Oké, we gaan door. Ja. Oké. Quint. Ja. Waar kom je vandaan en hoe is dit nou allemaal begonnen? Nou, dat had ik opgeschreven. Ja. Nou, daar zijn we al een beetje, hebben we het al een beetje tegenaan gesnuffeld. Maar hoe zou je dat zelf omschrijven? Nou, ik ben begonnen ergens in 2014 echt met YouTube. Omdat ik een tussenjaar had verplicht, want ik was uitgeloot voor geneeskunde. En toen dacht ik, ja, nou ja, ik vind filmpjes maken op zich wel lachen. Ik vind social media wel lachen. Dus ik ga er gewoon mee beginnen. Hoe wist je dat je filmpjes maken lachen vond? Omdat ik ooit een, weer het Engelse, een Engels vlogkanaal heb gehad. Oh. Want ik wilde heel graag één Miley Cyrus bereiken. Nou, dat was inmiddels, dat was een beetje over. Ik wilde mijn Engels verbeteren en ik wilde leren editen. Dus dacht ik, nou, ik ga mijn jaar vloggen. Dus ging ik allemaal vlogs maken, editen, heb ik zo Wie geleerd. Wie had je daar als voorbeeld voor? Hoe kwam je daarbij? Echt niemand. Maar er werd wel al gevlogd destijds. Ik bedoel, waren wel eerste vloggers en zo. En staan die beelden nog online? Nee, absoluut niet. Nee. Maar dat was niet op YouTube, of wel? Ja, dat was wel Dus YouTube. Dat was eigenlijk het begin. Ja, eigenlijk was dat het begin. Dat ik al een beetje mezelf ging... Gewoon, ik zocht een hobby. Want op een gegeven moment was ik dan alleen maar bezig met dingen leren en biologie en scheikunde, natuurkunde. En ik dacht, ja, leuk dit, maar ik moet iets creatiefs doen of zo. En dat werd een beetje tegengehouden op het VWO. Dus toen ging ik gewoon filmpjes maken. Dus daar is het een soort van begonnen. Toen had ik dat tussenjaar en toen zei mijn altijd wijze zus... die zei toen tegen me, volgens mij vind je filmpjes best wel tof. Dus ga daar gewoon voor. En je hebt geen verplichtingen dit jaar. Dus
ga gewoon dingen doen die je leuk vindt. Misschien is dat nog leuk om te vertellen. Mijn zus is Talisha Misijan, was ooit actrice en nu directrice van A Million Faces. Ja, en die is ook jouw manager, ja, toch? Ja, en mijn manager. Dus destijds was ze nog niet je manager, denk ik. Nee, maar toen was ze gewoon nog zus. Ja, was ze gewoon nog zus. Maar dat begon al, dat gaf ze al meteen advies. Ja, absoluut. Dus ja, en zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. En altijd wel een beetje nagedacht over, oké, hoe zet ik mezelf neer? En overal al gelijk Quinzing opgeclaimd op elk social media wat er ook maar bestaat. Uit een soort van angst dat iemand dat zou pakken. Dus ja, zo. En toen, zou het ook een beetje door je zus kunnen komen dat je zo bewust bent van jezelf als merk en Quinzing meteen bedenken? Ik bedoel, het is best wel veel bewustzijn daarover, ook vanaf het begin al met twitteren. Ja. Of zit dat in jullie familie al heel erg? Nee, of, ik denk niet per se dat het vanuit mijn zus komt. Omdat ik was echt wel degene die altijd al op social media zat. En eigenlijk wilde zij daar helemaal niks van weten. Ja, grappig. En ook pas toen ik op YouTube kwam, leerde zij YouTube kennen. Mm. Mm. Dus de mensen die bij haar nu als onder het agentschap en whatever vallen, die heeft ze vaak via mij of van mijn broertje. Is ze daar een soort van zo ingerold. En bleek dat ze dat ook heel erg interessant vond om echt mee bezig te gaan. En met die mensen aan de slag te gaan. Maar ja, dat was eigenlijk een soort van, ik vond het gewoon echt heel erg leuk en interessant. En, lekker. En een van je eerste samenwerkingen was dus met commerciële samenwerking met Vodafone. Ja. En hoe kwamen zij dan bij jou? Waarom hebben ze jou benaderd? Ja, waarom viel jou al op toen? Ja, ik was eigenlijk sowieso al heel veel bezig op Snapchat. En ik was heel erg met Snapchat tekeningen. Dat was toen echt een ding en daar ging ik altijd een beetje los op. Wat tekende je dan precies? Gewoon mijn situatie. Dus als ik dan op moest wachten op de bus, dan ging ik een foto maken van waar ik stond. En dan teken ik ergens achterin een dinosaurus of zo. Gewoon omdat het kan. en omdat je toch moet wachten, dus why not? En toen zag iemand van het agency dat alles regelde voor Vodafone. Die zag ooit een Snapchat van mij voorbij komen op Twitter. En die heeft toen een soort van zo gezegd van, hey, volgens mij is zij leuk. Want ik wil net zeggen, Snapchat is best wel een gesloten medium natuurlijk. Maar had je toen al veel views ook op Snapchat? Of was het een toevallige ontdekking en was het sinds Vodafone? Ik had natuurlijk wel al, ik was al bezig met YouTube. Dus toen had je nog geen Instagram stories en dat soort dingen. Dus mensen volgden je gewoon op Snapchat. Dus ik werd wel ook al daar gevolgd en dat werd ook al gedeeld omdat ik die tekeningen maakte. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort van inderdaad via Twitter zagen ze weer dat ik op Snapchat bezig was. En Want groeide je toen al snel op Snapchat? Of was dat een soort van mond-op-mond reclame? Nee, ik groeide wel, maar dat was voornamelijk gewoon echt wel mijn following vanuit YouTube. Niet per se, dat is een Snapchatter. Precies. Ah, oké, dus YouTube kwam wel eerst. YouTube kwam, ik was eerder met YouTube bezig. Ja. Maar Snapchat vond ik gewoon ook interessant, omdat ik daar kon tekenen. En ik vond tekenen gewoon heel chill. En qua KVK en moneymaking was dus Snapchat in begin door die Vodafone-campagne belangrijker. Ja. En nu is het vooral YouTube waar je op focust? Of is het van alles, ook Instagram natuurlijk? Ja, het is nu wel echt alles inderdaad. Dus en YouTube, mijn Instagram, presenteren, mijn eigen merchandise. Ik probeer op zoveel mogelijk manieren een soort van... En als je iemand nieuw tegenkomt en die vraagt, wat doe jij? Hoe zou jij het dan nu noemen? Ja, dat vind ik echt de allerkutste vraag ever ooit. Omdat ik het gewoon zelf ook niet helemaal weet. Maar ik zeg altijd maar social media mens en soms presentatrice als ik er zin in heb. Oké, niet influencer. Ja. Ik zeg soms tegen mensen die het woord influencer alleen zullen kennen, zeg ik dan, ik ben... influencer. Moest ze dan RTL Late Night hebben gekeken en dan denk dus ze, tegen de tante op je verjaardag zeg je social media mens. En tegen iemand die waarvan je denkt, die weet wel wat van social af, zeg je influencer. Ja, een soort van. Er is ook niet echt een Nederlandse term voor influencer. Nee. Hoezo? Invloedrijke? Ja, precies. Beïnvloeden. Klinkt heel sexy. Ja. Ik ben social media beïnvloeder. maar ik vind het een soort van creepy term, een soort, om dat te zeggen. Ik ben influencer. Ik weet wel dat dingen die je zegt invloed kunnen hebben als je een bepaalde following hebt. Maar daar word je ook voor betaald. Precies. Ja. Maar omdat influencer... Over dat onderwerp heeft toevallig Cato een voice memo over. Zij is namelijk op pad geweest. Ja. Gaan we even naar luisteren. Ik ga vandaag op pad, want we hebben deze aflevering over influencers en hun impact. Maar wij zitten natuurlijk in een social media bubbel.
En ik ben heel benieuwd of andere mensen ook weten wat een influencer is. En waar kan je dat beter vragen dan op de Albert Kuip in Amsterdam? Ik ben heel benieuwd, dus we gaan het zien of eigenlijk horen. Hoi, goedemorgen. Mag ik jullie wat vragen? Ik ben bezig met een item over social media. En ik vraag de mensen op de markt een beetje wat ze daarvan weten. Het zijn ongeveer... helemaal niks. Dus je bent bij de verkeer hier. Doorlopen. Helemaal niks. Ik zit ook niet achter de computer. Helemaal niet? Nee. Heeft er geen Facebook of kinderen vergif. Met... Ja, vergif? Ja, ik vind het vergif. En waarom? Nou, als je ziet wat er allemaal via dat social media gebeurt. Ja. Nee, met kinderen, met volwassen, oplichten. Ik van mij hoeft het allemaal niet. En u heeft niet mensen met wie u online contact wil houden? Nee hoor. Ik vind persoonlijk veel leuker als via de computer. Ja? Ja. Zoals wij nu hebben. Of iemand bellen of even langsgaan. Ja. En niet als je ergens zit te eten dat ze allemaal op dat pleurisding zitten. Bij mij zit je niet goed met je social media. Ga maar naar mijn buurman, die houdt er heel erg van. Nou, dan ga ik naar de buurman. Nou, meneer. Ik zal u vertellen. Vertel het maar. U kan mij alleen bellen en voor de rest niet. U heeft geen Facebook, geen Twitter, app, Instagram? Geen Facebook, nee. Eén van de weinigen nog. En waarom niet? Omdat het imbecilen zijn. Oh, dat, u heeft dezelfde mening als de buurvrouw. Zeker weten. Ja. Kijk, ik ga niet erbij zeggen van ik zit sushi te eten. Ping, en dat moet iedereen weten. Dat is voor mij niet. Dus dat onpersoonlijk. Kijk, ik zal u het laten zien. Ik heb hier nog een... Kijk. Oh, gewoon. Ik zie hier een heel, u haalt een heel oud Samsung telefoontje uit de zak. Dat, daar kunt u mee bellen. Dat is het belangrijkste. Als ze me nodig hebben, prima. Maar geef een zaak aan mijn koffer. Na de uitgesproken mening van deze twee marktverkopers, die er beide van overtuigd zijn dat social media vergif is en dat er alleen maar imbecielen online zitten, moet ik het misschien iets jonger gaan zoeken. Dus ik ben benieuwd of de iets wat onzekere jongen bij de hummuskraam misschien wat bekender is met het online leven. Weet je wat een influencer is? Nee. Nee? En weet je wat een vlogger is? Ja, die filmt de hele dag eigenlijk. Wat hij op de dagelijkse dag doet. En ik heb wel meer vlogs, Monica Geuze. Maar ik bedoel, YouTube keek ik volgens mij wel... En welke was je favoriet? Heb je personen die je kan opnemen waarvan je dacht, oh ja, daar keek ik wel eens vlogs van? Ja, Boef. Boef. Ja. En waarom? Ja, het is gewoon wel leuk om te zien wat hij de dagelijkse dag doet, toch? Dat stimuleert wel om te kijken. Ja? Zou je dat ook willen? Zelf vloggen? Wat hij doet op zo'n dag? Oh, jawel, natuurlijk wel. Ja? Maar op de markt staan is ook nog leuk. Ja, zeker. Goed zo. Ook leuk. Oké, dat was het. Ja? Dankjewel. Geef me wel een lekker stukje van mee, dame. Oh, lekker. Alsjeblieft, hè. Dankjewel. Alsjeblieft. Doei, doei. Dag. En terwijl ik mijn heerlijke stukje brood met hummus aan het eten ben, hashtag nospon, zie ik een hele vrolijke straatmuzikant op de Albert Kuip staan. En ik denk, misschien weet hij wel wat een influencer is. Maar voordat ik hem dat vraag, wil ik eerst even weten wat voor muziek hij precies maakt. Stick en een mondharmonica. Oh, cool. Yes. I have another question for you. Yes. Do you know what vloggers are? Vloggers? Vloggers? No, I don't. Or influencers? Influencers? I know. What do you think? Influence. Yes? Influence. You make people watch you. You make people watch you. Best een simpele, maar doeltreffende samenvatting van wat een influencer doet, vind ik zelf. Maar tot slot blijft het woord influencer ook gewoon een moeilijk woord. Vindt ook deze mevrouw. Oh, wie? Influencer? Influencer. Griep. Nou, dat was het. Heeft ze ongelijk? Is het griep? Ja. Ja, ik vraag me eigenlijk af of jij wel eens dat soort reacties krijgt als je zegt dat je influencer bent. Nou, ik wil allereerst even zeggen dat ik echt absoluut fan ben van de eerste twee mensen. Wat zou ik die graag op social media willen zien? Ja. Maar misschien geen wel fijn voor ze dat dat niet... Nee, toch? Dat is ook lekker. Ik vind het ook fijn als ik dat om me heen zie of zo. Dat ik denk, ja, het hoeft ook niet allemaal op social media. Maar ja, ik krijg vaak genoeg dat ik dan zeg... Ja, ik maak filmpjes op YouTube. En dat ik dan direct een soort van... Ah,
ba, vloggers en die doen maar dit en zus en zo. En oh, maar wat doe je dan voor echt werk? Dus ja, allemaal dat soort dingen. Je krijgt het vaak genoeg, maar dan leg je gewoon uit, nou, dit is een beetje hoe mijn dag eruit ziet. En dit is een beetje hoe mijn weekend, ofwel niet weekend, eruit ziet. En dan denken mensen, oh. Maar het viel mij laatst op wat ik op Twitter van jou las. Ja. Toen was Peter R. de Vries ergens te gast. Ik weet niet precies waar hij zat. Ik wil even je tweet voorlezen, want ik vind hem best vermakelijk. Leuke man. Ja. Dat je een bank hebt met Peter R. de Strontjoch Vries en zijn billenmattie Mark van der Linden, die als twee jolige piemels de burn-out van iemand totaal te kakken zetten. Want noem je dat nou werken, dat vloggen? Ja, ik vond hem wel... Ja, doeltreffend. Ja. Nette woorden. Is, ja, precies. Heel passend bij vrolijk mens. Toch? Ja. Ja, dit was een soort van... dit ging over een item wat bij RTL Boulevard te zien was. Over dat Bibi Breiman, die had heeft een burn-out. En daar gingen ze dan over hebben. En dan stond er iemand die er iets van wist. Stond aan tafel te vertellen. En vervolgens had je zo die twee die er dan doorheen zitten te blaren. Alsof zij een soort van wel wisten wat echt hard werk was. Ja. Waarschijnlijk termen als drama queen. En, ja, maar weet je wel, ze gingen er echt een soort van denigrerend mee om. En dan heb ik het niet eens alleen maar over het feit dat het een vlogger is. En dat ik dan denk, ja, maar die werken wel hard. Want er is echt veel harder werk dan wat mensen op social media doen. Don't get me wrong. Maar je gaat niet als volwassen man, een chick in de 20, of iemand überhaupt die een burn-out heeft, op die manier naar beneden halen. Ik vond dat zo laag dat ik echt dacht, nou, ik heb volgers. Ik ga je even je naam nu... Ja, nou ja. Hoe denk je dat het komt dat mensen zo reageren op het vloggersbestaan of influencersbestaan, of zoals die Mark Koopmans nu? Hoe zou je dat zelf... Waarom denkt Peter R. de Vries dit soort dingen te kunnen zeggen over mensen die hun leven filmen? Nou ja, sowieso denkt Peter R. de Vries alles te kunnen zeggen, omdat hij op een bank wordt gezet om deze mening te geven. Daar wordt hij voor betaald. Dus het is een hele eigen tv-man. Nee, oké, maar jij zegt zelf verder, al, iedereen heeft deze... Veel mensen hebben veel mensen die zeggen er op deze manier iets over. En ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar vaak is sowieso wel als mensen zo fel ergens op reageren dat ze gewoon niet genoeg erover weten. Ja, ik wil net zeggen, laten we wel wezen. Ik denk dat het gewoon een gebrek aan kennis is. Want wij zitten natuurlijk nogmaals in een social media bubbel. Dus wij weten wat voor harde... De jongere generatie reageert misschien. Die veel zelf naar vlogs kijkt. Ook sinds ik veel vlogs kijk. Ik denk dat ik überhaupt niet zo snel zo'n mening zou hebben. Maar ik heb er wel een hele andere mening nu over. Omdat ik... ook zie dat er heel veel vakmanschap is, of mensen die het heel serieus of heel leuk zijn, of zoals jij. Ja, daarom hebben we natuurlijk ook ons platform. Maar dat is soms jammer dat mensen dat niet weten. Dat er is natuurlijk heel veel troep, maar er is ook heel veel leuks. En iedereen over één kam scheren, dat is überhaupt heel jammer. Alleen, ik vind het wel grappig dat juist vloggen zo'n ontzettende negatieve connotatie heeft. Ja, maar ik denk dat een klein beetje komt omdat iedereen kijkt op die manier ook naar reality tv. Ja. Dus er wordt ook op deze manier gepraat over een Kim Kardashian en weet ik veel wat, weet je wel. Want wat voor werk doet zij nou? Ja. Dus ik denk een beetje... Hoe zie jij bijvoorbeeld zo'n Kim die dat inderdaad hele bestaan omheen bouwt? Kijk, bij jou, jij claimt dan ook heel erg nog, ja, ik kan ook nog presenteren en ik edit mijn filmpjes zelf. Ik ben hartstikke creatief, dat ben je ook. Je kan je daar nog achter verschuilen. Maar Kim inderdaad altijd... Ik keek toevallig naar je interview met Orange is the New Black. En daarin was de vraag van, wil je Kim of wie was het? Trump als president, volgens mij. En dat dan een van de twee actrices zegt van, ja, Kim, wat kan zij nou? Zelfs zij zei dat nou nog. En dan Kim Kardashian. Ja, wat kan Kim Kardashian nou, weet je wel? Die kan ook alleen maar beroemd zijn. En dan denk ik, nou goed, ja, zo'n imperium runnen. Hallo. Ik snap dat je die mening over Paris Hilton had toen ze de eerste pornotape uit had. Ja. Maar inmiddels, zeg maar, het is toch best wel duidelijk dat Kim Kardashian wel iets kan. Iets meer is dan alleen een plaatje op Instagram. Precies, of je het daar nou mee eens bent. Maar het is heel grappig wat dat inderdaad oproept. Ik wou ook inderdaad over dat reality tv beginnen inderdaad. En dan jezelf in de picture zetten in plaats van dat andere mensen het voor je bepalen. Zoals inderdaad RTL Boulevard vraagt aan Peter R. de Vries, kom je zitten? Ja. Maar uiteindelijk, het is gewoon ook aandachtsgeiligheid en camera's op je gezicht. Alleen, het lijkt soms wel alsof als andere instanties voor je besluiten dat je op tv mag, dat beter is dan dat je zelf ervoor kiest om jezelf te gaan filmen. Ja. Voel je dat ook als onderscheid, dat je als presentatrice meer wordt gewaardeerd dan als je het zelf filmt? Ja, ik heb sowieso
als ik tegen een oud persoon zou zeggen... oh ja, ik presenteer een programma voor BNN Vara... dan zeggen ze, oh, dat is... Doe maar. Doe maar, dat is interessant. Terwijl daar kom ik aan en dan heb ik mijn draaiboek... en dan ga ik kijken wat mijn gasten voor dingen doen... En dan ga ik praten met mijn gasten en dan ga ik weer naar huis. Weet je wel, zelfs daar vanuit mijn kant heel weinig ambacht in. Terwijl als ik een video helemaal zelf moet schrijven... dan moet ik met het idee komen, mijn script schrijven, mijn typetje spelen... alles in elkaar monteren en vervolgens je eigen marketingplan gaan maken voor die video. Wat ga je delen op? Wat doe je op Instagram? En als je zegt, ik maak sketches op YouTube... dan zeggen mensen, oh, maar wat doe je voor werk? Hoe kan je dat nou als werk zien? Weet je wel, terwijl ik dan denk, ja... YouTube, soort vloggen of zo. Ja, heel, heel extreem doorgedacht is dat ook wel vaak als ik bijvoorbeeld in het buitenland en ik vertel wat sumier wat ik doe van social media expert. En vroeger zei ik als grapje wel zit voor mijn geld zit ik te Facebooken. Ja, dan moeten mensen er ook altijd een beetje van. Ja, mijn moeder zei het gisteren nog aan de telefoon van jouw baan, ik zou het echt niet aan kunnen. Ik vertel daarvan. Nou, nu verandert het hele Facebook algoritme weer en dan moeten we weer allemaal andere dingen doen. Ik probeer dat een beetje uit te leggen wat voor consequenties dat soms voor ons heeft en dan. Nou, van de ene maand naar de andere maand is opeens onze hele business aan het shiften. En dan doen we weer allemaal andere dingen. Ze zeggen, jezus, hoe trek je dat? Maar überhaupt het imago. Zij kan zich ook helemaal niks bij voorstellen. Ik denk ook dat gewoon mensen er zich niks bij voor kunnen stellen om te werken op het internet. Het voelt toch als een soort van nulletjes en eentjes die rondvliegen. Waar wij ons een beetje... Tuurlijk. Het is maar ook heel zwart-wit. Ik krijg ook heel vaak de vraag als ik zeg, ik probeer nou ook een beetje makkelijk uit te leggen wat ik doe. En dan krijg ik heel vaak de vraag, oh, wat leuk, ik heb ook een Facebookpagina. Hoe krijg ik meer volgers? Hoe krijg ik meer likes? En dan denk ik, was het maar zo makkelijk, was er maar een knop waar je op kan drukken. Nou, geef me even 1 miljoen likes en dan is het klaar. Is er, bestaat er een tientje en je hebt ze. Heel weinig interactie wel. Nee, heel waardevolle likes zijn dat. Ja. Maar is het niet ook niet dat zo'n Peter R. de Vries ook een voorbeeld is dat hij zich al niet kan verplaatsen in de belevingswereld van een BB in dit geval? Mm-hmm. Die waarschijnlijk. Ik weet dat hij het vooral eng, ik ben, te eng ook. Ja, als tv-man vanuit zijn tv-positie. Precies. Het voelt altijd als denk toch een competitie wel. Als een emerging wereld. Wordt heel snel lacherig over gedaan. Gisteren nog in een cabaretvoorstelling. Veel gebeurt gisteren. Mijn moeder gepraat en ik zat in een cabaretvoorstelling. En dan werd er gevraagd, oh, wie zit er op Snapchat? En dan dan wordt er altijd heel erg gedaan van, oh, Snapchat. Snapchatten. Het voelt altijd als een soort van... er wordt dan ook altijd een beetje lullig over gedaan. Nou, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Zoals een beetje ook de marktkoop mensen. Dat ik het ook grappig vind dat die man zegt, nou, je kan me bellen, denk ik. Kan je bellen? Dat is pas irritant dat jij de hele tijd met dat telefoontje in je hand zit... in plaats van dat je gewoon even een WhatsAppje in je hand... Ja, kom maar aan. In plaats van, wacht even hoor, even dat nummer intypen. Huifje man, ik moet even bellen. Ja, nee, kom maar aan. Ik ben er om 2:30. Weet je, het is echt niet per se bewezen dat deze meneer op de markt communicatiever is of gezelliger of een leuker leven leidt. Hij zal op de markt zijn telefoon een stuk minder nodig hebben. Dat is ook heel simpel. Dat denk ik niet hoor. Ik denk echt dat dit iemand is die de hele tijd... ja, hallo met Piet, moet nog 3 honds, bla bla bla. Sowieso. Ja. Sowieso en dan tijdens eentje, oh, dan gaat mijn telefoon. Dat is een ZZP'er, hè? Die gaat opnemen. Dus die gaat, oh, hallo met... dan zit je met die man aan tafel. Terwijl die andere, die heeft op het toilet even zijn 3 appjes beantwoord. Op dat pleuris. Ding. En is weer terug en is daarna weer teruggegaan naar tafel en heeft zijn telefoon weggestopt. Dus het is niet altijd zo zwart-wit. En ik denk dat het ook veel angst is inderdaad. Zoals deze marktkoopmens is ook een beetje van, ja, weet ik veel. En rot toch op met je pleuris, laaiers en lala, en wij doen het beter. Ja, het is ook inderdaad een beetje de angst, denk ik, ervoor. Een veranderende wereld. Waarbij ik niet wil zeggen dat het allemaal slechter is. Maar het is ook niet zo dat jij een heel slecht leven volgens mij als vlogger hebt. Of, we doen het nu ook een beetje alsof het aanzien negatief is. Maar ik denk verder dat jij... je kan het zelf zeggen misschien. Maar ik denk dat we allemaal een vrij leuk leven hebben met het werk wat we doen. Ja, maar dat vraagt me dan wel af. Want ik las heel veel... Ik heb natuurlijk ook gekeken naar wat je doet en wat je maakt en zo. En dan las ik heel, heel positieve, fijne energie. En goed volk en vrolijk. En veel lachen. Veel lachen stond ook in je Instagram bio. Maar toen dacht ik, als jij dan bijvoorbeeld echt een rot dag hebt... en je denkt echt, fuck, deze dag. Mm-hmm. Sorry voor mijn language. Deel je dat dan ook? Ja, ik heb daar wel een soort van bewust voor gekozen... dat ik altijd wel real wilde zijn op Instagram. Mm-hmm. Omdat ik dacht, zodra ik iets ga opzetten wat niet mezelf is... dan gaat het echt als werk voelen. Weet je, dan moet ik iemand gaan zijn wie ik niet altijd ben. Dat wilde ik niet. Dus ook als ik een kutdag heb en even denk, ja, dit is hem gewoon niet. Of dat je gewoon overal om moet huilen of whatever. Mm-hmm. Dan deel ik dat ook. Dan zeg ik ook van, dit is een kutdag en dit maar is maar maak je dan een vlog waarin je dat vertelt? Of zeg je, ik upload van deze week niet, want ik voel me kut? Nee, wat het een beetje is, mijn
YouTube-kanaal, dat zie ik echt als een kanaal waar gewoon sketches op komen. Sketches en dingen waar mensen om moeten lachen. Daarvoor komen ze daar. En als ze meer over mij willen weten of de situaties waarin ik zit, dan volgen ze me op andere social media. Dus dat deel ik dan via Twitter. Van, hey, ik heb nu een kutdag of ik ben al 2 weken ziek of whatever. Mm-hmm. Of via Instagram had ik dat laatst. Had ik ineens een paniekaanval op een dag dat ik een video moest filmen. Ja, dat gaat ook niet helemaal lekker samen. Dus dan heb ik dat ook gedeeld. Een soort van ook, omdat ik zoveel, ik deel zoveel positiviteit, dat ik ook wil laten inzien, het is oké om niet altijd positief te zijn. Ja. Want heel veel mensen denken bij mij dat ik alleen maar lach en alleen maar vrolijk ben. En dat ben ik vaak ook, vooral als ik met andere mensen ben, omdat ik vrolijk word van mensen. Maar soms ook even niet. En ja, ik wil dat ook mijn volgers, er zitten best wel veel jonge meiden tussen, dat ze gewoon die realiteit wel een soort van vast blijven houden. En als ik daar dan bij kan helpen, dan graag. Ja, wel goed. Ik denk ook dat je YouTube-kanaal dan meer echt de content is die daarbij aansluit en echt het merk is. En dan de rest van de kanalen misschien wat meer real, hoe je je echt voelt. Maar en wat was dat dan met die video-opname? Of wil je dat niet zeggen in de podcast? Oh, nee. Waarom kreeg je paniekaanval? Dat super random. Gewoon een soort van, ik denk een opstapeling van heel veel ineens. Upload stress. Nee, niet eens, want ik had ruim de tijd om die video af te maken. Ik had helemaal geen stress of zo, maar ik kwam al die dag door en dan had ik een soort van, drukkend gevoel, een soort van stress gewoon wat ik voelde. En ik was een video aan het filmen en mijn moeder die maakte een grapje, want ze zat gewoon in de woonkamer en ik zei, ik moet hier even een sketch filmen. En ze zegt vervolgens, wordt gewoon weggestuurd uit mijn eigen huis. Wat is dit? Weet je wel, een soort van lachend. En die grap maken we heel vaak met elkaar. En hier moest ik gewoon om huilen. Dus ik zei ook zo, wat gebeurt hier? En toen ben ik ook gewoon even een soort van een dag terug, gewoon in mijn bed gaan liggen, even gaan relaxen en de volgende dag gewoon weer door. Maar ja. Hoe ben je met al die aandacht, zeg maar? Hoe kun je daarmee omgaan? Zeg maar, ik word zelf al heel vermoeiend om gewoon notificaties en likes en voor mijn werk, maar ook privé. Ik kan bij jou voorstellen dat als je iets post en de hoeveelheid feedback die je krijgt, maar hoe sluit je daarvoor af? Of kun je dat inmiddels gewoon, kun je dat de hele dag door consumeren zonder daarvan in paniekaanvallen te belanden? Of? Nee, ik heb wel. Het was een soort van leerproces voor mij, denk ik. Dus eerst kwam met heel veel dat ik echt ging vasthouden aan die abonnees. En hoeveel abonnees komt er per dag bij? En hoeveel views haalt deze video? En wat werkt goed? Hoeveel reacties? En allemaal dat soort nummertjes. En dan kom je ineens in een soort van, als het dan niet werkt, krijg je mega veel stress daarvan. Wat nergens op slaat, omdat dat kan aan van alles liggen. Maar nu heb ik gewoon voor alles mijn notificaties uitstaan. Alles. Alles, ja. Ik krijg ook geen rode balletjes meer. En WhatsApp? Ook niet. Oh ja, echt niks. Dus ik ben een beetje de marktkoopman. Ja. Maar ik heb een soort van meer bewust dat ik, ik ga nu naar Twitter toe en ik ga nu communiceren via Twitter. En dan ga ik even Twitter langs en plaats ik tweets. En als ik iets te zeggen heb, dan ga ik naar Twitter toe. Maar niet omdat er notificaties zijn. Want je wordt nou eenmaal geretweet en je wordt geliked. Ja. En als je daar allemaal notificaties van krijgt, op een gegeven moment was ik gewoon aan het checken. Dan zou je een beetje wat er geliked wordt. Ik heb dat zelfs op een dag dat we bijvoorbeeld voor een groot project of voor de awards iets online zetten. Ja, dat stopt gewoon niet. Nee. Het gaat dan 2 dagen door met alleen maar notificaties, reacties, likes. Dat wordt dan je werk. Dan ik merk je dan gewoon geleefd door je telefoon. Ja, dan heb ik gewoon een dag lang reacties bekeken. Of bijvoorbeeld als wij bij premières of zo dingen doen. Dat gaat dan maar door. En dat voelt dan als werk eigenlijk. Terwijl inderdaad, het is veel beter om even in te loggen. Maar ik vraag me af, bijvoorbeeld bij Instagram, zijn je notificaties dan toch weg? Dus hoe hou je er? Dan ga je gewoon onder je foto kijken wat er gereageerd is of zo. Ja, want ik heb. Ik kan me voorstellen dat het zo hard gaat dat je dan ook wel eens denkt, ik mis dingen. Of valt dat wel mee? Ja, nee, in principe zijn de reacties, die kan je soms bijhouden, soms niet. Dus soms gaat het zo hard dat je het gewoon niet meer kan zien. Ja. En dan leg ik me daar ook een soort van bij neer. Ik probeer sowieso, als ik iets te upload, gewoon de eerste uur, anderhalf uur er helemaal niet naar te kijken. En het gewoon te laten leven en te laten bestaan. En dan krijg je daar zelf gewoon meer rust over. En juist niet even kijken van, hoe wordt het ontvangen? Ja, dus niet om de 5 minuten kijken van, hey, hoe werkt dit? Maar gewoon, maar ook los van die likes, maar zijn er dan niet mensen waarvan je denkt, oh shit, ik moet even op hun reageren of zo, qua webcare of qua
monitoren. Ja. Hoe bedoel je? Nou, als mensen, ik snap dat je niet altijd die cijfertjes en meldingen wil krijgen van je tweet is geliked en je post is geliked, maar meer qua jouw merk zijnde is het ook fijn voor de volger om reactie van jou te krijgen. Bijvoorbeeld dus op vragen onder Instagram of zo. Hoe doe je dat dan? Ja, maar dat doe ik dan dus na die anderhalf uur vaak. Oh ja. Dus dat, dan ga ik er even naartoe, ga ik even kijken, oké, wat zijn de reacties? Oh, dat vind ik grappig. Ga ik een en beetje liken. Dan niet, soms helemaal de pleuris dat er een ander soort reactie of algemeen sentiment is ontstaan dan dat je verwacht had? Nee, ik moet zeggen dat ik echt de beste volgers ever heb wat dat betreft. En ik denk dat het ook een soort van is wat ik uitstraal, krijg ik dan weer terug of zo. Maar ik heb bijna geen negativiteit. Dus die negativiteit die vind ik eigenlijk alleen maar als ik als Quinty ergens anders op een kanaal kom waar ze me niet kennen. Ja. Alleen daar vind ik negativiteit. Maar bij mezelf, op mijn eigen Instagram en zo. Dat is fijn. Ja, dat veilige, is heel leuk. Veilige haven. Ja, zeg. Dus meestal zijn het gewoon allemaal kids die dan zeggen, hey, superleuke trui. Of je laatste video moest ik echt heel hard om lachen. En daar ga ik dan op in. En sommigen die taggen elkaar en die zeggen dan, oh kijk, die schoenen, weet ik veel. Ja. Gewoon dat soort Instagram dingen. Is dat een groot deel van je dag om met die community om te gaan? Ja en nee. Ik doe het vaak een soort van nu op geplande momenten voor mezelf. Dus zodra ik eten ga maken of even daarmee bezig ben, dan ga ik even Instagram langs en dingen reageren en onder mijn YouTube comments even kijken van wat gebeurt er allemaal. Dus bij een video bijvoorbeeld ga ik wel in het eerste uur al op mensen reageren, op wat ze zeggen en nou, dan komen gewoon. Kan je voorstellen dat het ooit te veel voor je zou worden? Of dat je denkt, nou, ik laat iemand anders dat doen. Of ik kan het niet meer. Het wordt gewoon te veel. Ja, ik heb soms wel momenten dat ik denk, het is te veel. Ik denk ook dat die soort van breakdown van een paar weken geleden daarvan kwam. Want toen zat ik echt gewoon refreshen, kijken hoeveel abonnees. Dan zat ik weer helemaal soort van daarin. En het is telkens een soort van, dan kom je er weer eventjes in. En dan moet je er weer uit. En, mag ik dan ook stellen dat daarom zo'n Peter R. de Vries natuurlijk ook wel extra aangrijpt, omdat je dat voor jezelf vergelijkbaar is. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen, ikzelf ook, met stress en burn-out gevoelens, dat voor iedereen. Maar als je daar zelf ondertussen natuurlijk, je doet dat soort werk, dus je herkent waarschijnlijk die druk van die reacties en van zo'n community en van dat. Ja, dat is dan heel erg gênant als iemand daar zo over praat. Dus dat je dat extra aangrijpt, denk ik, omdat het op jezelf betrekt. Ja, ik denk dat. En dat ik het sowieso al vaker echt flink niet eens ben geweest met Peter R. de Vries. Dus ik heb gewoon al een paar keer meegemaakt dat deze man dingen zegt. Dat ik volgende denk, podcast. Ja, je bent Peter R. de Vries. We hebben het heel vaak over in hem. Debat. Heel toevallig hadden wij laatst een artikel over een persoon die een klacht had aan Mediamarkt of ze geen tv's uit konden brengen met Peter R. de Vries alarm. Dus als hij dan op tv zou komen, dat dan de tv meteen uitspringt. Ik zou daar flink geld voor neerleggen. Nee, maar ja, dat soort momenten denk ik gewoon. Ik ben een soort van, ik heb een heel groot en hoog en hard bullshit metertje of zo. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als ik dingen zie en dat ik denk, oh my god, wat jij zegt is zo dom. Ja. Hey, en stel je voor, het wordt minder of het houdt op. Of, heb je daarover nagedacht? Denk je dat er een soort van levensloop hier aan zit? Of ben je zelf van, nou, we zien wel. Of ben je er al mee bezig? Of? Nou, ik ben sowieso nooit geweest van een plan B hebben. Mm-hmm. Dat had ik niet toen ik werd uitgeloot voor geneeskunde. Dat heb ik nog steeds niet. Ik doe gewoon dingen die ik op dit moment tof vind. En tuurlijk ben ik wel aan het nadenken van, hoe kan je ervoor zorgen dat dit iets is wat je lang kan houdbaar, gaan vasthouden. Dus er zijn verschillende dingen waar ik mee bezig ben. En ja, volgens mij komt het allemaal wel goed. Ja. Ik kom wel op mijn pootjes terecht, anders ga ik weer... Wij zijn recentelijk een beetje gefascineerd geraakt door het gevoel dat dit ook weer stopt. Hè? En dat er nu is natuurlijk zo lang een soort van hoos aan succesvolle YouTubers, influencers, die allemaal nu... Ja, het gaat eigenlijk alleen maar over de goede verhalen natuurlijk. Er komt inmiddels wel iets meer naar voren. Nou, het is soms ook wel eens kut. En upload stress, mensen die in burn-out schieten. Maar ook mensen die natuurlijk minder volgers op een gegeven moment krijgen. Heb je het gevoel dat dat al aan het ontstaan is? Dat er mensen van toneel aan het verdwijnen zijn? En denk je dat, of denk je dat er nog wel genoeg plek is voor meer? Denk je dat ik heb het gevoel dat er wel voor mensen van hun sokkel gaan vallen. En dat lijkt me A, echt vreselijk. Ja. B, denk je dat dat al gaande is? Is eigenlijk vooral mijn vraag. Het is al gaande. En dat is naar mijn mening wat ik denk bij de mensen die niet genoeg mee ontwikkelen. Internet gaat gewoon
mega snel. En als je telkens maar dezelfde dingen blijft maken en denkt dat dat blijft werken, dan gaat er waarschijnlijk een punt komen dat dat niet meer zo is. Ja. Dus je ziet nu dat heel veel kanalen op een gegeven moment, had je denk ik in 2014, 2015 een soort van moment waar je allemaal kanalen had die heel erg hetzelfde deden eigenlijk. En daar zijn er nu denk ik nog twee van over die echt nog iets doen. Omdat het gewoon, op een gegeven moment hebben mensen door dat ze hetgeen wat jij geeft. Denk je dat dat komt door het ontwikkelen? Of denk je dat het ook komt doordat de levensspannen gewoon 5 tot 6, 7 jaar is of zo van een succesvolle YouTuber? Ja, weet ik niet. Omdat we het bestaat nog niet lang genoeg. Nee, daarom vind ik het interessant. Als je deze vraag ook mag beantwoorden. Ik denk dat misschien ook het ligt aan de doelgroep. Als je bijvoorbeeld een YouTube-account start als je, weet ik veel, 25 bent en er kijken mensen van 16 tot 20 naar omdat ze je cool vinden en je gaat op een gegeven moment na 5 jaar richting de 30, dan kunnen de volgers en de kijkers zich niet meer met jou identificeren. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft bij sommige mensen. Ik zou denken, ze heeft nou al 180.000 abonnees of zo. En sommige mensen, klinkt misschien heel stom, maar die groeien letterlijk op een beetje met Quinsding. Ja, maar op een gegeven moment wil je toch niet meer. Nu is Quinsding, laat even jou als voorbeeld nemen. Nu is Quinsding heel leuk, prima, want prima, jij gaat uit. En je gaat leuke dingen doen. En mensen vinden jou cool, je doet leuke dingen. En dan op een gegeven moment is het, oké, leuk, ze is zwanger. Ik ben zelf 16, dus ik hoef daar niet meer naar te kijken. Ja, we zijn niet 16 dan, hè? Ja, maar wat zeg maar wel, op mijn kanaal zie je mijn leven niet. Dus als je naar mijn YouTube-kanaal gaat, dan zie je sketches en fictie. En, ja, dat is bij vloggers dan meer het geval. Ja, ja. Dat zijn allemaal dingen die zijn nu relevant. Dat zou ik zelf 5 jaar geleden relevant vinden. Ja. En dat komt later ook wel weer, weet je wel. Dus ik denk dat vooral de doelgroep waar ik me op focus, dus dat zijn gewoon wel chicks voornamelijk, van 15 tot 20... ik bedoel, die komen, die blijven komen. Ja. Die komen, uiteindelijk groeien ze er allemaal weer in. En uiteindelijk hebben ze allemaal weer diezelfde problemen met vriendinnen die dan ineens een vriendje krijgen. Of weet je wel, allemaal dat soort situaties. Die blijven herkenbaar. Dus ik denk, wat betreft sketches en dat soort dingen maken, als je dat op een bepaalde manier doet, zoals ik dat doe, hoop ik. Blijf relevant dan. Ja, misschien. En misschien niet. En een week voor ga ik wel vloggen. Dan ga ik inderdaad mijn zwangerschappen. Zwangerschap doet het trouwens ontzettend goed. Ja, goed. Dat is niet normaal. Ja. Echt, jongen. Als er nu ook een baby in zou kunnen. Zijn er nog vrijwilligers? Nee, hey, absoluut niet. Die twee accounts, laten we het niet over de niet succesvolle accounts. Maar die twee accounts waarvan je, waarover je het net had, die het wel zijn gelukt om vanuit die tijd te blijven. Wie vind je dat bijvoorbeeld goed doet? Om lang relevant te blijven. Wie moeten mensen eens bekijken? Of wie zijn een beetje de veteranen? Nou, veteranen, ja, kan je ze niet echt noemen. Nou, wie vind jij, laten we iets breder stellen misschien. Wie vind jij goed? Waarvan jij denkt, zo, die doet echt goed en creatief en goed wat hij doet. Vind ik moeilijk, omdat mijn smaak is niet per se wat goed is. Maar ik vind, waar kijk jij graag naar? Ik bedoel, dat is iets anders dan inderdaad per se heel erg ja, goed. Ja, naar heel weinig Nederlands. Ik vind Eeuw van de Amateur ook geen goede podcast, maar ik luister. Ja, ik kijk dus naar heel weinig Nederlands. Maar wel wat mijn vrienden doen. En maar eventjes een beetje te kijken van waar zijn ze mee bezig. Mm-hmm. Dus ja, ik vind programma's als Boos vind ik hartstikke mooi en heel chill om naar te kijken. Omdat het gewoon, ja, en grappig is. En het is gewoon internet, terwijl het wel door tv-mensen gemaakt wordt. Ja. Dus dat vind ik daar heel fijn aan. Stuk tv maakt mooie shit. Ik vind Dylan Hagens, dat zijn team het heel goed doet. En ook als persoon. Ik heb het gevoel dat hij ook een wat veteraan of Hij is een absoluut veteraan. Top. Hij is al zo lang bezig en heeft zichzelf ook relevant weten houden. Ja. Weet je wel, dat je ook denkt, hoe is dat mogelijk? En er zijn heel veel van die tijd ook gewoon een soort van afgebrokkeld. Ja. Omdat dat gebeurt met tijd. En dan word je ouder en toenertijd waren dat vergeten er 6. We volgens mij wel eens. Het lijkt allemaal alleen maar meer te worden. Maar het zijn er natuurlijk ook gewoon mensen die wegvallen. Ja, ja, maar het was ook, ik bedoel, het begon allemaal met 8 YouTubers die filmpjes maakten. En dat waren allemaal een soort van de sufferts van de klas. Ja. En ik ken ze ook allemaal. I love you guys als jullie dit luisteren. Maar dat is gewoon zo. Niet. De meeste. Peter R. de Vries luistert, maar verder. Oké. Ik bedoel, het zijn de meeste YouTubers, zijn een beetje de sufferts van de klas. En die gaan dan een camera oppakken en zichzelf filmen. Maar op een gegeven moment werkt dat niet meer per se. En YouTube is nu gewoon mega commercieel. Dat is gewoon zo. Dus het licht moet er goed uitzien. Je kop moet er een beetje uitzien. Je moet een beetje een uitstraling hebben. En als dat net iets minder is, dan kan het internet nog wel eens denken van, nou, meh.
En hoe vind je dat nu op Snapchat? Je was vorig jaar zelf genomineerd. We hadden best wel moeite om veel creatieve Snapchatters te vinden die ook echt een groot publiek hebben, omdat het natuurlijk... Ja, daar draait het op Snapchat niet heel erg per se om. Nee. Maar zijn er influence Snapchatters waarvan je denkt, die moet je in de gaten houden of die zijn interessant? Zijn we altijd benieuwd naar. Of wie volg je zelf? Ja, op dit moment volg ik dus heel weinig op Snapchat nog. Mm. Wat ik echt een soort van mega twist vind in een jaar. Want ik was echt een soort van, Snapchat is mijn alles en dat is fantastisch. Het leven, ja. Ja. maar wat zou ik als influencer... Ja, ik vind dus de dingen die Shane Dawson... Dat is niet per se op Snapchat of whatever, maar hij maakt nu content. Hij is ook echt al jaren bezig, dat is niet normaal. En hij is nu zichzelf een soort van weer hervonden en gevonden wat hij wilt gaan maken. En de content die hij nu maakt is echt mega vet. Dus als mensen nog een keer video's willen zien van langer dan 20 minuten... En als Vodafone nu een campagne zou moeten doen en ze zouden jou niet vragen, wie zouden ze dan nu in Nederland moeten vragen om die campagne te doen? Sophie Oestri. En... Jesse Hoefnagels. Nou, die schrijven we op. Ja, inderdaad. Top. Ja, dat soort namen zijn jonge zijn jonge makers. Creatief, gek, grappig. En kunnen goed snapchatten. Lief. Ja. Want haal je überhaupt meer inspiratie uit buitenlandse influencers, YouTubers, whatever, dan Nederlanders? Ja, ik probeer echt heel weinig sketch content te kijken. Omdat je op een gegeven moment anders in een... Ja, dan ga je gewoon door geïnspireerd raken. Dus ik kijk eigenlijk alleen maar Netflix content. Ja. Omdat ik gewoon uit comedy dingen haal. En daar dan, oh ja, dat is een situatie. Oh ja, dat is een situatie en door mijn eigen leven. Maar verder, mensen waar ik naar kijk zijn vaak wel buitenlandse influencers. Dus iemand als II Superwoman II, Lily Singh. Dat is een hele grote buitenlandse sketcher. Ze maakt sketches. Ja, typetjes, toch? Ja, typetjes of zichzelf in situaties. En zij heeft echt een soort van mega-imperium opgebouwd. Is nu... Ja, ze verdient ook heel veel geld, volgens mij. Volgens mij best verdienende YouTuber van 2017. Dus, ja, wat heb jij gedaan in je carrière tot nu toe waarvan je echt denkt... Wow, dat vond ik echt het tofste om te doen als je nu terugblikt op de afgelopen tijd? Het allerleukste en makkelijkste om te doen... Nou, makkelijkste, maar gewoon wat makkelijk voelde... was absoluut dat Snapchatten. Dat was voor Vodafone. Voor Vodafone, ja. Dat was met... Letterlijk, ik werd gewoon elke Snapchat-dag betaald om iets leuks te gaan doen. Het was fantastisch. Je ging op een gegeven moment gingen we naar Londen toe om te Snapchatten. En gingen we naar de Ardennen. Allemaal dat soort dingetjes. Uit een vliegtuig springen. Dat Snapchatten. En dan zat er een commerciële deal aan vast. En het was gewoon voor hun een communicatiemanier om met de jonge generatie bezig te zijn. Dus dat was gewoon, ja, heel tof. En ik heb daar echt mijn twee beste vrienden door leren kennen. Dus die zijn, dat was echt, ja. Wie zijn dat? Mitchell Dobbelaar en Rijk Hofman. Rijk Hofman, die kende ik wel al. Maar ja, door dat Snapchatten wel echt. Je bent gewoon een hele dag samen aan het kloten eigenlijk. Leuk. En dat zijn je Snapchatten. Ook bedrijven aanraden die in samenwerking willen doen om mensen zoveel mogelijk in hun comfortzone gewoon leuke dingen te laten doen? Ja, ik denk wel dat sowieso wat Vodafone met dat Snapchat-kanaal heeft gedaan. Op een gegeven moment waren ook telkens weer een soort van marketing dingen over ons. Dat we ook zo zaten, hè, wat is dit überhaupt? En hij zo, ja, we zijn, het is best wel iets unieks. Want ze gaven gewoon letterlijk die telefoon met hun account, met hun merk, aan tieners. Nou, eentje was zat dan al in de 20. Maar we wisten niet echt waar we mee bezig waren. Ja. En nog niemand in Nederland had het gedaan. Dus we moesten het ook maar een beetje gaan uitvogelen. Dus ik denk dat wat ze daarmee hebben gedaan, gewoon die fully dat vertrouwen aan jonge mensen geven om contact te krijgen met jonge mensen, dat heel goed heeft gewerkt. En waar zeg je nu wel eens nee tegen? Of dat je denkt, nou, daar heb ik echt geen zin in qua samenwerking? Merken waar ik niet achter sta. Shell. Oh ja. Dat vind ik geen chill merk. Ik heb niet op het strand gestaan met een flesje. Nee, ja, laat ik daarvoor ophouden. Fles. Ik vraag me nog af, als je kijkt naar wat je net zei, is dat jouw doelgroep tussen de 16 en 20 meiden van 16 en 20 zijn? Ja, of oude mensen, of oude mannen boven de 35. Maar laten we het even hebben over die jonge doelgroep. Ik weet niet wie dit voor mensen zijn. Heb je stalkers? Ja.
Oh. Nee, grapje. Maar dus hallo, luisteraars. Dus, heb je nou weer over Peter R. de Vries? Alweer. Ik wil gewoon heel graag een keer een one-on-one. De volgende podcast gaan we regelen. Oh ja. Nee, voornamelijk tienermeisjes, ja. Ja, in ieder geval. Vraag ik me af of je soms als een soort, ja, of je een voorbeeldfunctie hebt voor hun. En of je daar rekening mee houdt in je content maken. Ik weet wel dat ik een voorbeeldfunctie kan hebben voor sommige meiden. Daar ben ik me heel bewust van. Want soms dan koop je schoenen en dan hebben ze 2 weken later sturen ze een foto dat ze die schoenen hebben gekocht. Dus ik weet wat de dingen die ik doe of zeg voor invloed kunnen hebben, maar... Influence. Aan de andere kant denk ik ook, ja, dan moet ze maar mij als persoon als voorbeeld zien en niet per se... Als ze zouden willen dat ze, als ze willen opkijken naar iemand als Kim Kardashian, dan volgen ze Kim Kardashian wel. Als ze willen opkijken naar mij, dan volgen ze mij. Ja. En voor die reden volgen ze mij en ga ik me niet als iets anders voordoen. Dus ik zou het niet per se hebben over dingen die heel erg op het randje zitten of zo. Daar denk ik soms wel over na. Ja, precies. Want ik denk als je zo jong dat je alcohol, weet ik veel, of sigaretten, dat soort dingetjes, of je daar dan in je achteraf mee bezig bent van, oh ja, ik beïnvloed wel dan misschien een jonge doelgroep. Ja, maar ze kijken ook naar alcoholreclames. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Ja. Dat ze zullen schrikken van een biertje. We leven in Nederland. Er is niet meer heel veel... zeker niet in de content die ik maak. Want tienermeisjes zal opschrikken. Ja. Nee. Dus ja, daar ben ik best wel makkelijk in. Maar en heb je ook wel eens influencers waar je naar kijkt en waar je gewoon echt aan kan ergeren door de manier waarop ze het aanpakken en jij het nooit zou doen? Dan hebben we het over heel veel positieve mensen, inspiratie. En je hoeft ook zeker geen namen te noemen. Maar jij moet ook wel eens in je eigen bubbel of tijdlijn zitten. Ja. En je echt denkt van, ik kan... Ja, dat je gewoon ergert aan andere influencers. Ja, maar zodra ik me erger aan iemand, ook als het een vriend of vriendin... of ken ik die persoon, dan ontvolg ik die gewoon. Nog een keer de tip. Ik weet dat nog steeds veel mensen dit niet weten en altijd heel blij zijn als ik het zeg. Je kan mensen muten in stories en Instagram. Ga naar log in op je Instagram. Bovenaan heb je alle rondjes van de stories. Hou het storytje, het cirkeltje wat langer vast en klik op mute. Je doet er zelf een groot plezier mee. En mij ook, als je me niet meer bekijkt als ik je stoor. Liever dat je me niet bekijkt dan dat je helemaal kapot erger, toch? Dus zet me lekker uit. Maar waarom dan wel mute en niet gaan ontvolgen? Nou, dat hoeft van mij helemaal niet. Ik vind prima om af en toe nog een fotootje te zien of een beetje in contact te blijven met diegene. Maar sommige mensen die zijn zo irritant met hun stories. Of gaan bijvoorbeeld mij de hele tijd laten zien wat ze luisteren op Spotify. Elke dag. Ja. Ik vind jou best een leuk persoon, maar ik wil dit niet meer zien. En dat is helemaal niet zo erg. Dus gewoon, ik wil even dat. Net zoals dat je gewoon YouTube-kanalen volgt van mensen die je leuk vindt. Zijn er ook YouTube-kanalen waarvan je denkt, ja, ik vind jou wel leuk, maar ik hoef niet de hele dag jouw vlogs te zien of jou. Nee. En dat is een beetje hetzelfde met story. Ik hoef niet van iedereen die ik volg elke dag hun stories te zien en vandaar. En ik merk dat heel vaak, bijvoorbeeld ik had op dit getweet, dan krijg ik altijd van heel veel mensen, oh my god, je hebt mijn dag echt gemaakt. Dat ik nu eindelijk weet dat ik mijn stories kan uitzetten. Dus dacht ik, geef het nog één keer als tip. Ja. Heel veel mensen wisten het ook niet met Twitter en zo, dat je gewoon mensen kan muten. Ja. Oh, wacht. daar ontvolg ik toch wel sneller. Omdat dat geen vrienden zijn. En bij Instagram heb ik veel mensen die ik volg, ken ik persoonlijk. En daar vind ik het dan echt een beetje raar om ze te ontvrienden. dat is echt niet nodig, zeg maar. En bij Twitter denk ik, nou, ik volg je omdat je interessant vindt. Ik vind je niet meer interessant, is prima, doei. Ik heb ook het idee dat bij Twitter minder een ding is of zo. Ja, nou, ik heb dus een keertje gehad dat ik toen iemand had geblokkeerd. Omdat ik die persoon super mega irritant vond en ik wist niet dat negeren kon. Dus ik had gewoon geblokkeerd. Ik wilde gewoon niks meer zien van die persoon. En toen heeft hij daar dus echt heisa over gemaakt. En mensen laten tweeten naar mij dat ik hem had geblokkeerd. Ja. En toen dacht ik echt... maar ik volgde hem ook niet eens. Ja. Dus dat was een soort van... Mensen zien dat wel als... Je hebt ook zo'n app dat je kan zien wie je geblokkeerd heeft in Instagram. Ja. Wow. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ontvolgd of niet terugvolgd. Nee, maar geblokkeerd. Mensen hebben mij geblokkeerd. Prima trouwens hoor. Mensen blokkeer me, mute me. Respect, weet je. Ik heb nog nooit van iemand geblokkeerd. Ja, ik ben daar heel makkelijk in. Als ik gewoon je energie verrot vind, dan ontvolg ik je ook. Ook als ik je al jaren ken en ik je op Instagram volg, dan ontvolg ik je gewoon. En ja, prima, nee, Facebook maar is daarvoor. Verrot inderdaad, dat is iets anders, hè? Mensen echt een verrotte identiteit vinden hebben. Of dat ik me steeds meer denk, jeetje, jij bent echt een verrot persoon. Ja, ga lekker uit mijn leven. Ja, precies. Dat is prima. Maar mensen die gewoon het goed bedoelen... Gewoon en heel van graag van willen laten koffie weten dat ze weer naar Passion Fruit van Drake luisteren. Dat is prima.
Maar ik, ik vind het ook gewoon veel. Ik ben ook een beetje van de. Ik hou een beetje. Ik heb bodemdrang. Dat heb ik bij drank. Dat heb ik bij snoepjes. En dat heb ik ook bij mijn stories. Ik heb gewoon bodemdrang. Ik wil graag tot het einde van mijn stories komen. Dus ik wil ze gewoon even allemaal zien. Ja. Als ik naar bed ga bijvoorbeeld, dan vind ik het lekker voordat ik een boek ga lezen om nog even 10 minuutjes, een kwartiertje door mijn stories heen te gaan. Ja, als je dan elke dag Passion Fruit van Drake-achtige stories ziet, zonder enige iets meer creativiteit dan dat of iets meer informatiegevend dan dat. Nou, dan mute ik je liever dat ik je ontvriend. Dat Passion snap ik. Mute. Toch? Dat snap ik. Huh? Passion mute. Jezus. Volgens mij zitten we, ja, we zijn een beetje aan ons einde van ons Latijn. Ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt. Dat was je eerste podcast ooit, toch? Allereerste. Hoe beviel je dat? Fantastisch. Heerlijk praten. Cato, heb jij nog iets toe te voegen? Ik wil nog heel veel van Quinty weten, maar volgens mij hebben we wel... Misschien kunnen jullie... Even samen naar de markt. Stories van elkaar. Lijkt me hartstikke leuk. En dan niet muten. Nee, ik denk dat ik alles weet. En ja, nou, dan ga ik naar mijn vaste afsluitblokje, jongens. Zet je schrap. Niet wegzeppen, want nu komt de belangrijkste informatie. Like je ons nou nog niet op Facebook namelijk? Dat kan. We hebben een Facebookpagina. Die heet sinds een maand The Best Social Podcast. The Best Social Podcast. Je kan ons reviewen op iTunes. Dat vinden we leuk. We hebben inmiddels 39 ratings, zag ik. Dus geef ons sterren. Mag ook 0 sterren zijn, of 1. Volgens mij is het minimale. Maar je kan zien wie welke sterren geeft. Dus nee, dan... toch? Je kan het alleen zien als er echt een review bij zit met woorden. Review met woorden, maar je kan ook sterren. Het dus je fijn moet dat sowieso je 5 sterren geven. Nee, geef alsjeblieft 5, maar als je 0 wil of 1 wil geven, leg het dan even uit. Ja. Of mute me. je kan je ook abonneren trouwens op iTunes. Dat kan je ook doen op, Overcast? Ja. En ook op SoundCloud. Allemaal de best social podcast. Best simpel. En je kan een voice memo achterlaten. Ja, dit vind ik echt het leukst. Als je dat leuk vindt, doe het alsjeblieft. Ja. Want ik vind het zo leuk om te weten wie er luistert en precies. Hoe jullie dus klinken. Spreek voice memo's in. Dat kan naar 06-2399... even goed kijken, 2158. Ja, 06-2399-2158 kun je een WhatsAppje naartoe sturen... als je bijvoorbeeld Quinty heel leuk vond... of je weet een andere leuke influencer op Snapchat, YouTube. Of je bent Peter R. de Vries en je hebt een klacht, mag ook. Of Peter R. de Vries wil in onze uitzending komen, live met Quinty. Stuur ons dan een berichtje naar 06-2399-2158. Nou, en kon je het allemaal niet meer volgen... of wil je het allemaal rustig teruglezen, terugbekijken... show notes zien met alle tips van Quinty uit deze uitzending... ga dan naar thebestsocial.media/nl/podcast. Thebestsocial.media kun je naartoe en klik dan op het kopje podcast. Nou, Potten, bedankt. Je hebt een leuke podcast schijnt, heb ik wel eens gehoord. Jasper, Cato, heel erg bedankt. Jullie bedankt. En natuurlijk onze gast Quinty. Onwijs bedankt. Thank you guys. Ook Amy bedankt. Amy bedankt. Dat is een beetje uit het niets. Amy is onze gloednieuwe stagiair. En die maakt de show notes deze keer voor ons. Nou, dat was hem. Dankjewel. Woehoe. Hey. Doei, tot de volgende keer. We blijven nog even hangen voor de sponsortune. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cousteau, marktleider in social media monitoring, webcare en publishing software. Wij gebruiken Cousteau om de parels en viral content op social media te vinden voor ons blog De Beste Social Media. Wil je meer weten over Cousteau? Ga naar www.cousteau.com.